Het is vandaag zaterdag 27 mei. Ik ben onderweg naar Rotterdam, naar Oesie Esther. Want we hebben vandaag een event in Amsterdam. Maar ik ga eerst naar haar toe. In Amsterdam wordt er een mini-concert gehouden. Met allemaal opkomende artiesten. En daar gaan wij dus naartoe. Het is heel leuk, want ze doen een gala dresscode. Red carpet. Dus ja, superleuk. We gaan ons gezellig klaarmaken straks. En dan gaan we die kant op. Het is ook wel leuk omdat Jay Chanel, moeilijkste artiest, ook daar gaat optreden. Hij heeft meegedaan aan, wat was het? Holland's Got Talent of X Factor of iets. Eén van die dingen. Dus die gaat ook optreden. Dus daar heb ik heel veel zin in om dat te zien. En ja, gewoon gezellig. We zijn aangekomen in Rotterdam. Mokka Kring. Hoi hoi. Hallo. Gezellig. Heel gezellig. Ik heb er heel veel zin in. Me too. Ja, ik ben ook helemaal benieuwd. Ja, ik ook. Veel muziek, daar houden we van. Muziek, eten heb ik gezien. Eten, is er ook. Oh echt? Volgens mij kun je ook wel dingen daar bestellen. Zo tijdens de show. Tijdens de show. Kijk, daar houden we van. Kijk, hè. Gezond. Oesie Esther, die koopt altijd de hele markt leeg, toch? Kijk maar. Maar die markt is echt geweldig. Ja. Echt. Dus ik vind persoonlijk de beste markt voor Rotterdam. Welke markt is dat dan? Met Afrika. Het is de markt op de Afrikanenplein. Oké. Volgens mij of uit Senegal. Maakt niet uit, maar ze zijn heel lekker. Kijk hoe knap. Zeker. En kijk hoe groot deze watermelon is. Kijk maar, joekel. 15 kilo. Ja. En mijn juice. Ik ga juicen, ja. Ja. Healthy. Healthy. Health is wealth. Ik doe mee met de We Are All Stars. Lekker badminton mee, jongens. Ja. Are you ready? We zijn ready. Niet meer Mokka Kring. Ready. Daar zijn we! Oh, ik hou zo van deze stad. Nog 10 minuten. 10 minuten van de locatie vandaan. Het is in Dominion Center in Amsterdam. Trouwens, ja, we hadden het net over het event. Al een uur. We Are All Stars. En Oesie was zo leuk! Oh my god, het was zo leuk. Zweten. Lachen. Oh my god. Ja. Wat was het leukste? Het allerleukste vond ik de verbinding die we heel makkelijk met elkaar konden maken. Mm-hmm. Want wanneer je naar een netwerkborrel gaat, zie je bijvoorbeeld mensen met wie je eventueel zou willen connecten. Maar dan is de stap naar die mensen toe toch een beetje groot. Dat je denkt, ja, ik loop er misschien strakjes naartoe. Ja. Dus connecten met elkaar. Elevate. Nou, want je gaat met elkaar winnen. En er hing zoiets bijzonders, zoiets speciaals. En iedereen was zo positief. Ja. Liefdevol naar elkaar. Veel energie, maar echt goede energie. Yes. En we respecteerden elkaar voor wie we waren. Niemand die iets vond. Want we waren gewoon met z'n allen eigenlijk gewoon aan de badmintonnen. En uiteindelijk ook aan het verbinden met elkaar. Ik weet niet of ik het zo goed uitleg hoor, maar yeah.
En ik denk ook gewoon het mooie dat heel veel mensen van overal vandaan kwamen. Juist. Niet alleen voor één wijk of kampong of eiland. Nee, want gewoon allemaal bij elkaar. Juist. Superleuk. We dragen uiteindelijk allemaal dezelfde cultuur. En daar moet geen verdeeldheid in zijn. Nou, en dat was die dag. Ja. Was dat echt te zien. We waren één met z'n allen. Ja. Op één lijn. Lachen. Maar ook erg fanatiek. Heel erg. Hallo, mijn Jezus. Oh my god, het is iedereen fanatiek. Maar ja, dat maakte het ook weer leuk. Gewoon die passie die we in ons hebben. Ja, sowieso. Loodjes vond ik ook super leuk. Ik hou daarvan. Je hebt veel prijs gewonnen, hè? Uiteindelijk wel. Die hou je wafel. Hou je wafel, ja. Ik heb, wat erg lekker was trouwens die binnenkant. Dat groenige, die cake. Monchou of zo. Volgens mij wel. Ja, ja, super lekker. Klopt, nee, maar klopt. Ik vond de loodjes, het eten was super lekker. Ik vond het ook leuk dat het ook gewoon de hele dag was. Vond ik ook leuk. Weet je, ik ging heel erg voldaan naar huis. Dat ik dacht, oh wauw, ik hou. Tuurlijk, ik ben een trotse Molukker half. Moluks. Maar toen dacht ik echt, oh my god, ik hou echt van mijn culture. Van mijn peeps. Yes. Ja, ik vond het echt leuk. Daarom, ik zit de hele tijd te vragen, nou niet de hele tijd, maar wanneer komt de volgende? Wanneer? Want ik ben aanwezig, hè. Al moet ik 3 keer over de kop betalen. Ik ben erbij. En je zus en vrienden ook. Ja, mijn zus, mijn nicht wil heel graag. Zo leuk. Dus nee, het komt helemaal goed. We komen met een hele possie. Nice. Ja hoor. Oké dan. Maar eerst even de red carpet op. De red carpet. Yeah.
stuck in the desert. You're the terror that I take with my hand. Superleuk. Hoe zie ik Kiara nog gezien? Oh, ja. Superleuk. Ja. Ze zeiden volgens mij nog 2 edities gaan ze doen. Ja. Ze weten nog niet precies waar. Ja. Dus follow at V and Friends. Ik zet het in de beschrijving. En ik hou van live muziek. Dit is er gewoon veel te weinig, vind ik persoonlijk. Ja. Ja. Het is echt leuk. Lekker naar het strand. Ja, bidet. Jij. Moeten we wel zo gaan slapen natuurlijk. Ja, hè? Maar die make-up moet er nog af. Ja, 2:15. Dus, niet om 5:30 opstaan, hè? Ja, het ligt aan mijn bioklok. We gaan het morgen meemaken. Clean the face again en dan... Mocha cream. We worden weer mocha cream. Ja. En dan zien we jullie straks aan het strand. Oké, tot morgen aan het strand. Oh, wow. En dan morgen. Ja, nee, gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Ja.
hoe lang zeggen we dit al? We zeggen sinds de Voice. Sinds de Voice. Dus ja, dat doen we al 13 jaar. It's been... It's been... Interessant. Ja. Dit voel ik al. Dan heb je wel een soort van stempel. Juist, en wat je mij... Wat je naar mij toe hebt gestuurd. Ja, die kleuren. Die kleuren. Ja. Die vind ik ook de bom. Ja. 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 We zijn even wat inspiratie aan het opdoen. Omdat ik ben druk bezig met het voorbereiden van mijn theaterstuk. Maar ik ben dus een creatieveling, kom ik nu achter. Want ik ben alleen maar bezig met het creatieve stuk, dus de tekst. Mm-hmm. Ik hou me niet bezig met mijn social media pagina. Met website. Mijn domeinbeheer, website. I don't know. Yeah. Maar deze engel legt mij hier dus op mijn verjaardag, legt ze me hier alles over uit. Terwijl ik zelf ook dat allemaal nog moet uitvinden voor mezelf en mijn eigen bedrijf. Maar van wat ik nu zelf heb meegemaakt en zo. Ja, als ik dat mee kan geven. En je bent fantastisch. Inspiratie daaruit kan halen. Ik heb ook helemaal niet over een logo nog echt nagedacht. Ik heb altijd wel, als mensen tegen me zeiden, heb je al een logo? Zei ik nee. Zij lieten altijd dezelfde naam vallen. En dat heb jij vanmiddag ook weer gedaan. Er werd één persoon genoemd. En die kwam telkens terug. Dus volgens mij moet ik hem vragen. Mm-hmm. Maar verder helemaal niet stilgestaan bij, ja, hoe moet mijn logo eruit zien? En eigenlijk begon dit gesprek spontaan. Mm-hmm. Terwijl Gil aan het tekenen was, kreeg ik een soort van, ja, ik wil niet zeggen epiphany, maar een gevoel dat ik weet dat zij mij een ingeving moest geven vandaag. Hmm. Raar uitgelegd, maar... Alles gebeurt voor een reden. Voor een reden. En dit dus ook. Ik had totaal niet verwacht dat ik op mijn verjaardag dit soort dingen, wat voor mij heel belangrijk is, want het is mijn toekomst, dat ik dan dit soort dingen kan bespreken. Ik heb hier zo van, ik sta hier helemaal niet bij stil. Hmm. Maar ben ik het eenmaal aan het doen? En ja, weet je, trigger jij mij met de juiste vragen? Ja. Dan denk ik, oh ja. Ja, maar dat heb ik ook gehad. Dat ik dan dingen wilde doen en dan andere mensen zeggen tegen mij van, heb je hier al aan gedacht? Heb je dit al geregeld? Ik zeg, nee. Tell me more. Nee. Want ik weet het niet. Dus juist. Als we elkaar dan gewoon kunnen helpen daarmee. Ja, absoluut. Maar dat is letterlijk wat je nu doet. Voor mij is dit echt een cadeau. Want wanneer, ik ga het mensen niet vragen. Het is niet dat ik koppig ben, maar één, je wil mensen nooit lastigvallen. En vaak als ik denk, ja, dat weet ik niet, dan schrijf ik het liever even weg. Van nou, true. Ik focus me liever op wat ik wel weet. En dat is bijvoorbeeld mijn, mijn schrijven. Dat kan ik, dus dat doe ik. Maar dan laat je dit sidderen. Ja, andere dingen die schrijf je. Wat dat, je weet, ja, dat doe je dan. En dan schrijf je de rest. Ja, dit schrijf ik dus gewoon dan naar merk de hoek. Ik ook dat ik dat doe, ja. Juist. En maar tegelijkertijd ook die push. Ja. Want jij geeft mij nu toch even een duwtje dat er iets wordt getriggerd in mij. Dat ik denk, oh, dit moet ik echt maken. Jij liet me net die afbeelding zien van, nou, je moet wel echt even je pagina opvullen. Mm-hmm. Weet je, doe dat dan ook even. Dat ik dacht, oh ja, moet ik echt even doen. Want ja, jij zag, Gil zag mijn Instagram pagina voor mijn theaterstuk. En ze dacht echt, oké. Het is helemaal empty. Oh, nice. Mooie uitnodiging. Ja. Yes. Ik ga volgen. Wat gaan we wat volgen? Ga je volgen? Geen niks. Gewoon een witte afbeelding. Gewoon niks. Erg, hè? Maar ik sta er gewoon te weinig bij stil. So, thank you. You're welcome. Dus daar zijn we mee bezig. En we hebben het heel leuk gehad op het strand ook. Absoluut. Ik heb echt niet veel nodig. Zolang ik maar een glimlach op mijn gezicht heb. Ja. Maar dit is wel een cherry on the, zeg maar cherry on the cake. Want tegelijkertijd op mijn B-day ben ik bezig met datgene waar ik het meest van hou. En in dit geval is dat nu mijn theaterstuk, zingen. Ja. Dus voor want mij ze is zijn het nog gewoon van, deze hele tijd ben je heel gefocust in schrijven. Alleen morgen, dus vandaag, op mijn B-day ga ik even niks doen. Ik niks doen. Terwijl we nu gewoon aan het werk zijn. Look at us now. Dus being productive. Ja, zullen we bij deze wel gewoon de vlog afsluiten? Want ja, ik denk dat we... oh, dat is goed. Ja. Ik wil je bedanken. Ik wil jou bedanken. Ik had helemaal... Laat ik het zo zeggen. Ik had niet verwacht... Nee, ik had verwacht dat het super leuk zou zijn. Dat sowieso. Maar dat, zeg maar, mijn verjaardag ook er helemaal in verweven werd. Mm-hmm. Dat had ik niet verwacht. En dat was voor mij echt een cadeau. Yeah. Je bent echt als een blessing in mijn leven gekomen. Want wij hebben natuurlijk ook contact ook gehad. Mij, Twee jaar geleden. Vorig jaar, 2 jaar geleden. Zoiets. Ja. Zoiets, hè? Ja. Rond die tijd hebben we contact gehad. Sowieso. We are all stars. Ja. Event.
de bam, de bam, welkom. En nu dit, en dan heb ik zoiets van, oké, je moest op mijn pad komen. Ja. Je moest echt op mijn pad komen. Je bent nu, ik meen het, je bent echt een blessing voor me. Niet alleen met dit, maar überhaupt hoe je in het leven staat die je bent uitzonderlijk. Ik ken niet veel vrouwen die 30 zijn, die net zoals jij zijn. Echt niet. Dus ik ben alleen maar dankbaar en ik voel me geblest dat ik je om me heen mag hebben. En gewoon mijn B-day. Ja, met jou mag vieren. Ja, maar zo voel ik mij dus ook echt. Gewoon... Ja, echt oesie. Honey, you can call me sister. You can call me sister. Zeker, dit huis is jouw huis. Je hebt al Oslo in Rotterdam. En ik weet zeker, wij gaan nog veel meer mooie momenten meemaken. Ja, dat denk ik ook. Dat geloof ik al. Ja. Sowieso. We gaan met z'n allen. We gaan met z'n allen. Omhoog. Elevaten. En wat ik mooi vind... We helpen elkaar. Ja. We helpen elkaar. We denken er eens na over van, oh ja, moet ik dit wel doen? Nee, het gaat gewoon automatisch. Hey, ik zie dat je dit nog niet helemaal goed door hebt. Je kan dat zus en zo doen. Het is gewoon integer, het is puur. En dat heb je dus niet meer heel veel in de wereld. Omdat alles nu heel erg draait om ego en snelheid. Maar in onze gemeenschap is er gelukkig nog hoop dat dat er wel is. En dat voel ik enorm bij jou. En dat is echt iets wat we ook gewoon samen doen. Ja. Ja, want ik heb dus ook gehoord van heel veel mensen die aan het event hebben meegedaan. Dat ze door het event dus weer connecties hebben gemaakt met deze persoon, met die persoon. Ja. En we gaan samenwerken, we gaan dit en dat doen. Dus het is zo mooi dat gewoon het event al meteen zo'n impact heeft eigenlijk. Ik kan je niet uitleggen wat er precies gebeurde bij het event. Maar het heeft bij ons allemaal iets losgemaakt. Mm-hmm. Mensen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden, noem ik nu al broertje. Ja. Domingos. Mijn brada. Shout-out. Shout-out, Domingos. Maar snap je? Ja. Die woont gewoon bekend bij mij om de hoek. Al 5 jaar. Nog nooit van gehoord of gezien. Ja. En nu bij opeens. Bij het event. Ja. We connecten, we verbinden. Oesie heb ik het ook. Het is echt ongelooflijk. Ja. En dat allemaal door badminton. Hoe dan? Dus ik weet, buiten het feit dat het om badminton gaat, jouw energie gaat voorbij het badminton. En daarom kunnen wij verbinden. Dus wat jij hebt gedaan lijkt op een badminton event, maar het was eigenlijk meer een brug slaan. Jouw ziel heeft ons letterlijk allemaal laten verbinden. En dat heb jij gedaan. Niemand anders. Jij hebt het gedaan. Zo. Lobby. Thank you, love you. Love you. Yeah. We gaan ervoor, schatje. Sowieso. We gaan het allemaal bijhouden. Ja. Foto's maken, filmpjes maken, et cetera. En volg Oesie Esther op Instagram. En ook haar nieuwe Instagram. Ja, die ik nu ga pimpen. Ik ga hem pimpen, die mensen. Die we nu onder gaan zetten, hier zo. Ja. Oh ja. Dat ga ik erin zetten. Ja. En... De website, die komt dan later. Ja, die komt eraan. Daar hebben we het ook net over gehad. Ja. Beetje tranquila, one step at a time. Maar de website, die moet ik ook nog doen. Ook nog doen. Kom goed. Bij deze sluiten we de vlog af. Oh. Bedankt voor het kijken. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het leuk. Ik ook. We kunnen dit vaker doen, hè? Ik kom sowieso vaker los in Rotterdam. Je Oslo. Je hebt Oslo. Je gaat naar Oslo. Sowieso. Klaar is. Strandje. Centrum. Jai. Komt goed. Hij wordt opeens donker. Dat betekent dat we gaan afsluiten. Oké, bedankt voor het kijken. Lobby. Doeg.